heb vandaag de nota achterstallig onderhoud van de Partij van de Arbeid gelezen. De minister noemt dit de integratienota. En ik lees daarin dat hij zich nu zorgen maakt over de gevolgen voor Nederland van al die kansarme migranten die naar Nederland zijn gekomen. En ik zou aan de minister eigenlijk één ding willen vragen. Heeft u niet een heel klein beetje spijt van dat generaal Pardon?